Het is nu nog muisstil hier in Loon op Zand, maar er gaat straks verandering in komen, want dan komen de diva's van Nederland hier binnen. Die zijn namelijk bezig met de Beaumonde Cabrio Rally 2007. Nou gaat zo'n rally niet in je koude kleren zitten en al helemaal niet met een cabrio, dus er wordt gelijk al geluncht. Petty, je haar zit nog goed. Ja, ik heb niet voor goed en niet voor niets vastgedaan. Nee, we hebben het helemaal leuk. Jullie zijn zo laat. Nee, helemaal niet. We zijn nummer 19, nee, idioot. Ja, hartstikke op tijd. En nu sta je nog te wachten, want je mag nog steeds niet klokken nu. Hoezo mag ik niet? Ja, schiet dan op, ga ze weg, man. It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to meet the Muppets on the Muppet Show tonight. It's time to put on makeup. It's time to dress up right. Kan jij mij nou eens vertellen wat je allemaal moet doen onderweg? Een hoop geloof ik, hè? Ja, je moet een paar dingen tegelijk doen. Kaart lezen, soort van, met tekentjes. Je moet letten op tekentjes op de bomen. Daar staan weer letters op en dingen. En dan heb je nog foto's van locaties die je dan op moet schrijven. Dus het is een beetje veel. Ongelooflijk. Ja, het is vrij lastig. Vrouwen kunnen toch ook gewoon helemaal niet rijden? Zeg meneer, vrouwen kunnen heel goed rijden en heel goed navigeren. Dit is een topteam, hoor. Echt waar? Echt waar, ja. Maar wat we wel geleerd hebben is dat we niet te snel moeten denken van, dat weten we wel. Dus we doen nu voor de tweede etappe, gaan we nog even alles doorlezen. Nou, dus gaat niet vanzelf eigenlijk? Nee, het is keihard werken. Dus ik heb wel een klein beetje gelijk. Het zou ook bij jullie mannen niet vanzelf gaan. Dank je. Stel, mag ik jou iets vragen? Nou, ik heb een beetje hooikoorts, dus ik heb net mijn pilletje genomen. Ja? Maar dat zou ik zo af, denk ik. Want ik heb heel erg jeuk in mijn ogen. Maar je hebt een bril op. Ja, maar ik heb net een pilletje. Wil je even wachten? Ja. Jij doet niet mee, hè? Nee, ik doe niet mee. Wat is er gebeurd? Ik ben zaterdag met mijn scooter heel langzaam met mijn... Ja, hij gleed weg en toen gingen mijn vingers met het stuur in zo'n Heerdals hekwerk. Laat eens kijken. En toen, die nagel ligt eraf, die. Het topje was eraf, dus weer genaaid en deze was helemaal beschadigd. En hiermee kan je niet auto rijden. Nou, weet je, ik ben wel de snelweg opgegaan natuurlijk. Maar om naar de hele tijd schakelen te sturen, dat is iets te kort geleden. Als het nou volgende week was geweest, niks aan de hand. Maar het gaat zo kloppen. Is een cabrio nou wel iets voor een diva? Ja, waarom niet? Nou, doordat je haar bijvoorbeeld door de war gaat? Nee, een echte diva moet haar dragen zoals het valt. Ik verzin hem zo te plekken. Waarvoor doen jullie dit eigenlijk? Leuk, gezellig. Vooral gezelligheid. En verder niks? Geen goed doel? Nee, er zit geen goed doel aan gebonden, maar het is gewoon gezellig. En scheldman lief ook wel eens op jou als jij in de auto zit of rij jij dan nooit? Nee, ik ben degene die scheldt. Als hij rijdt? Ja. De meeste herken ik dan wel, maar dat heb ik dan bij jullie niet. Is dat dan mijn fout? Ja, dat vind ik. Waar zou ik jullie nou van moeten kennen? Ja. Nou, van misschien de vrouw van... Ja. Help eens. Nee. Boomlang. Boomlang? Boomlang. En dat is het hoor, meer zeggen we niet. Nee, ga je niet zeggen? Nee, we zeggen niks. Waarom niet? Nou, dat vind ik te triest dat je ons Wij niet herkent. Wij moeten ook nadenken de hele dag. Is dat triest? Ja, dat vind ik wel. Toch? Dan vertel ik wie mijn vriendin is. Nee, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Liever niet. Geen vriendinnen. Nee, maar vertel eens eventjes. Yvonne Brandsteder. Ah, en jij? Nicolette Berg, maar ik ben vriendin van. Oh, niet mevrouw Huisman? Nee. Dan ben ik de juf. Why do we always come here? I guess we'll never know. It's like a kind of torture to have to watch the show. Een sleutelkeer doen ook. Ja, goed dat jij erbij bent. Wat gaat er mis? Alles gaat goed. Nee, de achterklep ging even niet open. Maar kijk, hij is al vol. Wat heb je met een cabrio natuurlijk? Betty, wij gaan niet mee naar het einde. Nee, ja, dan zullen jullie toch mijn huldiging moeten missen. Ja, bedoel, gaat het gebeuren? Natuurlijk. Ik bedoel, ik kom natuurlijk altijd om een eerste plaats te behalen. Voorlopig hou je weer de hele boel op achter je. Komt door jou, Engert. Ja.